Voor de tweede keer vinden de Springerdagen plaats bij de Parel van Zuilen. En dit jaar met iets speciaals. Een paar jaar geleden heeft de Springertuin bij de opening van het park een Springersofa ontvangen. Het ontwerp hiervan wordt vandaag onthuld. Wat heel bijzonder is, ook weer aan dit project, en dat verbaast mij altijd en daarom ben ik zo verschrikkelijk trots op Zuilen, is dat wij maar liefst 130 prachtige tekeningen hebben gekregen van kinderen van de lagere scholen. Er is een ontwerpwedstrijd uitgeschreven onder vier verschillende basisscholen in Zuilen. Kinderen van de groep 5 tot en met 8 hebben allemaal een tekening mogen inleveren. Die worden vandaag ook tentoongesteld binnen. En samen met de kunstenaars hebben we een selectie gemaakt van al die tekeningen. Dus uiteindelijk worden meer dan 20 tekeningen gebruikt in dit ontwerp. We wilden het ontwerp laten zijn als een kindertekening. Felle kleuren. Dingen die we vaak tegenkwamen en dingen die ons opvielen. We hebben hier bijvoorbeeld een meisje uit de wijk en een vogel die met elkaar in gesprek zijn. Maar ook dat je op de bank kan gaan zitten en je arm om dat meisje heen kan slaan. Wat er in die bekertjes zit, weten jullie dat? Dat is groente en daar hebben ze verf van gemaakt. Oké, dus groente waar ze verf van hebben gemaakt. Ja. Wist je dat dat kon? Nee, dat is niet. Wat ben je aan het maken? Ik ben een bloemetje aan het maken. Een bloemetje? Heb jij wel vaker geverfd met verf van groente? Nee. Nee? Dat is toch wel bijzonder, hè? Ja. Ik zie heel veel met uitwaaieren en mooie groene blaadjes. Vertel eens. Wij bieden mensen vandaag aan om een stukje te gaan wandelen. Hier in de tuin of net ietsje verder in het natuurgebiedje hier in Zuilen. Met een van onze waaiers in hun hand. Ja. En in die waaier staan allerlei opdrachtjes, vragen en inspirerende of grappige uitspraken. Die mensen kunnen helpen om al wandelend stil te staan bij dingen waar ze misschien in hun dagelijks leven niet zo stil bij staan. Omdat ze gewoon druk zijn. Waren jullie eigenlijk al een beetje bekend met wat je nu ziet of zie je ook veel nieuwe dingen? Op zich het biologische, dat weet je allemaal wel, daar hoor je wel van. Maar we hebben bijvoorbeeld net pesto zelf gemaakt. Kijk eens, wat leuk. Ja, dus dat was wel helemaal zelf gemaakt. Dat is wel heel leuk om te doen, dat je denkt, oh ja, dat kan ik ook zelf thuis eens gaan doen. En bevalt het tot nu toe? Ja hoor, ja? Ik probeer de boot te pakken te krijgen, ja. Zodat ik ook even een rondje op de vecht kan varen. Ja.